Breda Nu. Je weet het meteen. Tijdens de netwerkdag van Landstad de Baronie in het Radverlegstadion van NAC Breda is een samenwerkingsovereenkomst getekend die moet leiden tot realisatie van een ecologische verbindingszone. Nou, ik denk dat we een heel eind op weg zijn. Ook het feit dat de gedeputeerde Van Hout hierbij aanwezig was, illustreert wel dat het ook voor de provincie van betekenis is. En u hebt gezien dat er een groot aantal contractpartijen zijn. Gemeente, waterschap, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer. En dat illustreert wel de betekenis ervan. En ik denk dat dat ook ten goede komt aan die verdere doorontwikkeling. Het kost dus enige moeite en het kost de inrichting van dit soort gebieden, die even ecologische verbindingszones, die natuurnetwerken tot stand brengen, ja, dat kost nu eenmaal geld. Nou, een stuk van de ecologische verbindingszone is al gerealiseerd en dat betreft het stuk nabij en ten zuiden van de, en ook op de golfbaan Taxandria en Molenschot. En dat is dus eigenlijk aan het oostelijk deel, vlakbij gemeente Gilserijen. En dat was anderhalf jaar geleden, is dat afgerond. En toen is ook die oproep gedaan, we moeten verder, we moeten alle schakels eigenlijk gaan realiseren. En partijen, kom op, we gaan bij elkaar. Er is ook de afspraak gemaakt met medewerkers, vooral ook de medewerkers van de zeven partijen dan. Om te kijken of die uitdaging opgepakt kon worden. En toen is eigenlijk de laatste anderhalf jaar is dat in een stroomversnelling gekomen. Nu is er weer een subsidieaanvraag de deur uitgegaan. Na de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst. Hoeveel geld is er nog nodig en hoeveel tijd is er nog nodig om het echt te realiseren? Nou, geld, ik kan er niet in op een euro nauwkeurig, maar dat is een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro. Met de totstandkoming van deze ecologische verbindingszone wordt geprobeerd om de zeldzame boomkikker die in dit gebied voorkomt te behouden. Het is op zich niet echt een bijzonder dier. Hij is wel zeldzaam in Brabant, maar hij komt gewoon wereldwijd nog veel voor. Alleen het is een signaal dat het goed gaat zeg maar, met de Nederlandse natuur. Dat de waterkwaliteit goed is, dus dat de leefomgeving goed is. En daar kunnen dus eigenlijk meerdere dieren en planten van profiteren als alleen de boomkikker. De boomkikker wordt een beetje gezien als status voor een bepaalde gebieden. Waarmee je dus kunt zien dat de natuur eigenlijk in topkwaliteit is. Maar hoe verbeter je dat dan? Zeg maar? Wat doe je daarvoor? Door opnieuw bijvoorbeeld poelen aan te leggen, door te zorgen dat de waterkwaliteit verbeterd wordt. Dus dan heel veel door rietvegetaties aan te leggen. Riet heeft een zuiverende werking op het water. Dus alles om te zorgen zeg maar, dat die waterkwaliteit verbetert. Want dat is zeg maar, de locatie waar de boomkikker zich in vermenigvuldigt.